Een op de vijf werknemers bij het Mediahuis moet vertrekken. Het Mediahuis, dat is het nieuwe dak boven kranten als Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Standaard en Het Nieuwsblad. Gert IJsbaert, CEO van het Mediahuis, goedemiddag. Goedemiddag. Drukke dag voor u, hè? U bent van de ene redactie naar de andere onderweg, begrijp ik? Ja, absoluut. Wij hebben vanochtend in Antwerpen aan de ondernemingsraad ons plan voorgesteld. Meteen daarna hebben wij de mensen op de vloer in Antwerpen ingelicht. Het is vervolgens naar Hasselt gereden en ik ben nu onderweg naar Groot-Bijgaarde om het volgende nog te doen, hetzelfde te doen op de redacties van het Nieuwsblad en de Standaard. Ja, hoe wordt u daar onthaald? Want dat er ontslagen zouden vallen, of tenminste mensen jobs minder zouden zijn, dat was verwacht, maar het zijn er meer dan gedacht, hè? 20% in plaats van 15%. Wel, ik weet niet wat precies de mensen verwacht hadden. Er circuleerden veel cijfers. Wat wij vooral hebben getracht te doen, is mensen uit te leggen waarom dit plan nodig is. En vooral ook duidelijk maken dat het niet enkel gaat over een besparingsplan, maar dat we ook echt een toekomstplan hebben voor de titels. En ik denk dat dat ook hetgeen is dat de mensen wilden horen. Want iedereen weet dat de media zwaar onder druk staan. Iedereen verwacht ook dat er een aantal maatregelen genomen zouden worden. En wat we geprobeerd hebben, is om de mensen duidelijk te maken dat het verder gaat dan kosten reduceren. Dat we ook echt een plan hebben voor elk van die titels om verder te blijven investeren. Over die plannen zo meteen meer, maar die kostenreductie die er toch ook bij komt kijken, komt neer op onder andere 67 journalisten minder. Ook in ondersteunende functies wordt gesnoeid. Dat is een pak volk, hè? Absoluut. En ik besef ook dat dat nieuws hard aankomt voor de mensen. Wij hebben daar zelf lange tijd op gewerkt. We zijn er maanden mee bezig geweest om het zo zorgvuldig te doen. We kunnen het nu eindelijk vertellen aan de mensen, eindelijk duidelijkheid geven. Maar absoluut, groot besef dat dit hard aankomt. En daar zijn ook naakte ontslagen bij, of alleen naakte ontslagen? Welke vorm krijgt dit? Wel, de vorm die dat krijgt zal nu afhangen van de onderhandelingen met sociale partners, met de vakbonden. Wat wij gedaan hebben is de intentie bekendgemaakt. Die intentie van het schrappen van 205 voltijdse functies. En vervolgens moeten wij nu in onderhandeling gaan met vakbonden om het plan goed uit te leggen en om hen te overtuigen van de noodzaak van dat plan. En dan vervolgens zullen wij over het sociaal plan praten. Dus dat zal nog even duren. Hoe maakt dit nu, deze beslissing, deze reorganisatie, hoe maakt die de kranten die de lezers op de mat vinden beter? Wel, daar hebben we heel hard op gewerkt. Hè, want we staan voor moeilijke tijden. Onze inkomsten staan onder druk. En we worden ook geconfronteerd met een aantal heel grote uitdagingen naar de toekomst. Zij moeten volop investeren in digitale ontwikkelingen, wat veel geld vraagt, wat ook tijd vraagt om daar de juiste weg in te vinden. En tegelijkertijd zijn er nog heel veel mensen die vandaag een krant lezen, ook nog een papieren krant. Het zijn er een beetje minder en dat aantal daalt lichtjes, maar het blijven er wel heel veel. Dus we hebben echt naar een manier gezocht om ervoor te zorgen dat elke titel daar toch beter uitkomt. En dat hebben we gedaan door de redactie de middelen te geven om zich te focussen op wat elke titel uniek maakt. Bijvoorbeeld, Gazet van Antwerpen zal, als we dit plan uitgevoerd hebben, over een redactie beschikken voor Antwerpen, over een Antwerpse redactie beschikken, die groter is dan wat ze vandaag hebben. Om dat mogelijk te maken, zullen wij samenwerken, met name met de grote redactie van het Nieuwsblad, voor het nationale nieuws en het sportnieuws. Ja, dat betekent dat de lezer van Gazet van Antwerpen beter zal bediend worden, want die heeft enerzijds meer en beter Antwerps nieuws, en tegelijkertijd gaat die voor het andere nieuws kunnen terugvallen op een grote en goed uitgeruste redactie. Ja, maar u hoorde misschien ook de kritiek in het nieuws zo net. Men vreest voor eenheidsworst. Wel, heel het plan is er net op gericht om die eenheidsworst te vermijden. Wij weten ook dat als we niet elke titel uniek en sterk houden, dat we dan op termijn geen toekomst hebben. Dus heel het plan is er net op gericht om te besparen, wat echt noodzakelijk is, maar toch elke titel uniek te houden. Dat is de essentie van het plan. Dat is eigenlijk ook de essentie van Mediahuis en waar we voor willen staan. En daar komt bij dat er verhuisd moet worden om dat praktisch mogelijk te maken, blijkbaar.
Wel, om dat mogelijk te maken, inderdaad, om ervoor te zorgen dat die focus mogelijk is, maar dat er tegelijkertijd sterker wordt samengewerkt, is het noodzakelijk dat de redactie van het Nieuwsblad naar Antwerpen gaat en daar op één grote redactieplatform met twee redacties aan twee titels gaat werken. Mm-hmm. Denkt u dat iedereen dat zomaar slikt? Maar dat zal zeer sterk individueel afhankelijk zijn. Voor een aantal mensen is dit een voordeel, omdat ze dichter bij Antwerpen wonen. Voor een heel aantal mensen is dit neutraal. En tegelijkertijd, wat we beseffen, betekent dat een grote aanpassing voor een heel aantal mensen. U zegt, we willen inzetten op die digitale platformen, hè, voor al die vier titels apart. Dat kost veel geld enzovoort. Vandaag in de Tijd is Piet Bakker aan het woord, een Nederlandse media-analyst, die zegt, al die digitale abonnementcijfers, dat is flink opgeklopt. Hij spreekt voor de Nederlandse situatie. En hij zegt ook, ja, mensen die een digitaal abonnement nemen bijvoorbeeld, of de krant digitaal gebruiken, dat zijn eigenlijk vooral mensen die de krant al op papier lezen. De winst zit daar niet. Krantenmakers moeten leren leven met krimp, zegt hij. Wel, om te beginnen spreekt hij natuurlijk over de Nederlandse situatie, wat er blijkbaar toch in zijn ogen iets met die cijfers gebeurt. In onze markt is het zo dat de digitale lezers, de digitale abonnementen, die we apart monitoren, die ook apart worden aangegeven aan de CIM, het instituut die cijfers opvolgt en rapporteert, dat de lezers zijn die puur digitaal lezen. Vandaag heeft elke abonnee, wat trouwens het geval is bij elke krant, ook toegang tot de digitale krant. Maar als wij spreken over bijvoorbeeld 7000 digitale abonnees voor de standaard, dan zijn dat lezers die alleen de krant digitaal lezen en die daar ook apart voor betalen. Dus het wordt niet dubbel geteld zoals meneer Bakker beweert het geval is in Nederland? Het wordt niet dubbel geteld. Dit gezegd zijnde is het natuurlijk wel zo dat we nog volop aan het zoeken zijn naar de juiste manier om effectief mensen te laten betalen voor digitale journalistiek. Ja. Er is een langzame beweging. Er is een langzame beweging die inhoudt dat mensen minder op papier lezen en meer digitaal. Maar die evolutie is maar pas begonnen. En het doel is uiteindelijk wel nog winst maken of meer winst maken? Het doel is vooral gezond zijn. Het doel is vooral een gezond en rendabel bedrijf te hebben om verder te kunnen investeren in de toekomst. Oké. Heel hartelijk dank voor de uitleg, CEO van het Mediahuis, Gert IJzenbaard. Lisbeth van Impe heeft ook meegeluisterd, hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Goedemiddag. Hallo. Hoe is het nieuws bij u onthaald? Ik neem aan, meneer IJzenbaard is nu nog onderweg naar Groot-Bijgaarde, waar het Nieuwsblad en de Standaard zitten. Maar het nieuws zoomt al rond, het is al op de radio. Ja, het is al op de radio. We hebben ook natuurlijk al met onze redactie gesproken. En ik moet zeggen, reacties zijn natuurlijk gemengd naar gelang van persoonlijke situaties. Het grootste nieuws hier is de verhuis natuurlijk. Dat hangt heel af van persoon tot persoon natuurlijk. Hè. Als je in de buurt van Antwerpen woont, dan kan je daar moeilijk heel ongelukkig om zijn. Als je in de buurt net onder Brussel woont, dan zit je nu op Google Maps te kijken hoe lang je erover gaat doen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat je bent altijd een beetje bang voor zo'n dag natuurlijk hoe reacties gaan zijn. Ik moet zeggen, op dit moment vallen ze behoorlijk mee, omdat mensen ook wel zien dat er tegelijk ook, wat Gert IJzenbaard net zei, een plan achter zit, dat er een visie achter zit, dat er ook investeringen gebeuren in de dingen die voor de titels belangrijk zijn, in de eigenheid van de titels, de dingen waarin dat we ons kunnen onderscheiden. En dat het dus niet louter een besparingsverhaal is, al ligt de focus vandaag natuurlijk heel hard daarop, op die 200 ontslagen. Ja. Nu, ik hoor meneer IJzenbaard ook zeggen, ja, Gazet van Antwerpen, het belang van Limburg ook allicht, gaan meer slagkracht krijgen om zich te focussen op hun regio of hun stad. Maar het Nieuwsblad heeft ook regionale pagina's. Absoluut. Schaffen jullie die dan af? Nee. Hoegenaamd niet. Ieder zijn eigen sterkte, dacht ik. Ieder zijn eigen sterkte, absoluut. Maar wij hebben 16 edities die over heel Vlaanderen verspreid zijn. Natuurlijk, als wij voor de Antwerpse en de Limburgse edities gaan wij samenwerken met Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Dus daar gaan wij correspondentennetwerken laten versmelten. Daar gaan wij leunen op die titels. In de rest van Vlaanderen verandert er gewoon niets. Daar gaan wij gewoon doen wat we altijd gedaan hebben. Goede regio-edities maken. Ja, en u als journalist, hoofdredacteur, niet bang voor eenheidsworst? Kijk, je weet natuurlijk...
stage. Ik denk toen iedereen hoorde dat dat Mediahuis eraan kwam, dat er een fusie kwam, dan hou je als hoofdredacteur natuurlijk even je hart vast. Je ziet alle risico's, je weet ook wat de gevaren zijn. Aan de andere kant, dit soort samenwerkingen, dat is ook niet nieuw. We hebben al heel lang een heel goede, heel uitgepuurde, heel goed gebalanceerde samenwerking met de Standaard. Dat loopt heel goed. Wij wisselen vrij veel uit, maar niemand in Vlaanderen gaat het in zijn hoofd halen om te zeggen dat het Nieuwsblad en de Standaard dat eenheidsworst is. Ik hoorde daarnet, ik denk iemand van de vakbond zeggen van ja, er zal één lijn uitgezet worden. Dat hebben we voor de Standaard en het Nieuwsblad nooit gedaan. Dat gaan we nu ook niet doen. We gaan zorgen dat iedere krant aan eigen profiel kan werken, eigen politieke redacties houdt, eigen commentatoren houdt en geen enkel probleem als die elkaar tegenspreken. We hebben daar wel ervaring mee en het is op basis van die ervaring dat ik er ook wel met vertrouwen naar kijk, dat je zo'n samenwerkingen eigenlijk wel op een goede manier kan uitbouwen. Maar het gaat hard, hè, in het medialandschap. Het kan allemaal snel veranderen. Hoe ver strekt die toekomstvisie eigenlijk? 5 jaar, 2 jaar, 3 jaar? Moet je daar altijd rekening mee houden? Het kan snel weer anders? Goed, laten we zeggen, hadden we nu er een pure besparingsoefening van gemaakt, was hier alleen gewoon ontslagen en besparingen geweest, dan zou ik mijn hart vastgehouden hebben, want als daar geen visie achter zit, dan weet je dat er na een jaar, na anderhalf jaar, dat er dan toch weer cijfers liggen waar iedereen bij panikeert. Hier is eigenlijk, en dat is iets waar ik als hoofdredacteur heel blij om ben, ik weet dat dat ook niet altijd het geval is, hier is heel veel gepraat over redactieprojecten, over de plannen met de redactie, waar we moeten op inzetten en welke keuzes dat we daarvoor moeten maken. Ik denk dat de enige manier is om te zeggen, we bereiden de toekomst voor en we kunnen er met een zeker vertrouwen naar kijken. Maar als iemand mij kan vertellen hoe het medialandschap gaat evolueren de komende 5 à 10 jaar, dan mag het mij komen vertellen. Ik heb de indruk dat we daar allemaal zullen moeten afwachten wat er gebeurt. In ieder geval, we gaan het niet gewoon ondergaan. We gaan nu voor een offensieve strategie. Er zijn plannen, er zijn projecten. We denken dat we de redacties daar kunnen van overtuigen, dat we ze daar kunnen meekrijgen en dat we ook lezers niks gaan afnemen, maar eigenlijk, als alles goed gaat, zelfs betere kranten kunnen geven. U gelooft erin, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En u moet de redacties nog overtuigen, hoor ik u zeggen. Kunt u acties uitsluiten? Verwacht u dat er acties zouden kunnen volgen? Goed, ik zeg, er zijn zware getallen van gevallen vandaag. Er zijn nog heel veel vragen, dus Gert zal er straks ook wel merken dat er nog heel veel vragen zijn. We hebben alleen een ander opgevangen, maar op dit moment zijn de mensen een krant aan het maken. En dat zegt ook al iets, denk ik. Oké, Lisbeth van Impe, hoofdredacteur van Nieuwsblad. Dank je wel.